We kregen dus een berichtje binnen. Dat er een persmoment was, een persconferentie hier in Marklo bij La Tasca. Nou, zijn we over het algemeen niet zo van de persconferenties. Dat laten we vaak aan de mensen van het nieuws over. Maar als er een persconferentie wordt gegeven door de mensen van Bofoy toch. En het is ook nog in een restaurant. Zo. Het is nog niet heel druk met pers. Ik zie nog geen satellietwagens van NOS. Reuters staan. Hofblik. Hey, hof. Beekblad is er wel. Dus er is pers. En wij zijn er ook. Nou, daar zitten dan de mannen van het eerste uur van Bofoy toch. Willem de Mulder, Hans Keuper. En ik vrees dat we dit in een dialect moeten doen. Of ik vrees, ik ga het gewoon in een dialect doen. Kils, waarom moeten we hier weg? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de knie? Stop je ermee? Ben je de gek? We hebben net begonnen. 30 jaar geleden begonnen. En met 30 jaar, we gaan het gewoon verdaan. Ik kan er nog geen zinnig woord over zeggen. Of... Jawel. Je komt met een grote vrachtwagen, wordt de complete installatie geïnstalleerd. Goren we van Groningen, hier van Groningen, tot aan Seembarg. En overal waar we op pissen moeten, spullen we met hier ook een paar vestjes. En tussen de... Dat werd nog niet, maar dat wollen we geheim om. Dat gaat gebeuren. Echt een jubileumtour ga je maken. Dat is net als met die postcode-loterij. Houdt een hele trop volk erbij ook nog. En waarom zijn we zo blij? Bofoy toch is erbij. Ja, dat gewoon. Dat is een idee. Dat is in ieder geval een heel mooi idee. 30 jaar ben je al gengs met de band. Hoe gaat dat met het publiek eigenlijk? Verjongt het publiek of heb je alleen maar, zeg maar een beetje senior in de zaal zitten worden? Dat zou je verwachten. Hè? Dat de fans van het eerste uur de nodig bunten, die ben dan ook 30 jaar ouder. Nee, want die kreeg blagen, truppen met blagen. En die blagen kreeg weer kinderen. Dus je hebt nu denk ik maar 3 generaties in de zaal. De olden die stort, wat zei Hans, zei dat straks al bij Dika bijvoorbeeld, stort de olden die stort boven op de galerij. Of net boetend geweld van de PA. En de olders die stort dan ietsje dichterbij. Die kunt dan een beetje nemen aan de oren. De rest zegt allemaal, godverdomme hard. Oh, alle jekers wat hard. En de blaren die storten stuiteren middenin. Die doen een pogoen in de moshpit, zoals dat heet. Dat ken je niet, hè? Pogoen in de moshpit. Nee, daar ken ik niks van. Nee. Maar het is wel zo, ik heb aan die kinderen gevraagd, man. Hoe kan er in vredesnaam dat je al die versjes van vrouw Begering en van hee-hee-ho-ho en Amerikanen en zo, dat die allemaal zo uit de kop kunnen, maar ze praten namelijk geen plat meer, die kinderen. Die praten maar zo Hollands als het maar eventjes kan. En wat zeg dan die blagen, die frekte blagen? Ja, vind je dat gek dan? Vroeger gingen we naar Tirol, he, met vakantie in de zomer. Wie was in Wendersweek, de grens nog niet over, op godverdomme. Daar kwam een bier van Kuperij weer voor mij. En zo is gewoon een vorm van indoctrinatie. Zo heeft vroeger de psalmen en het gezang voor de kerk leert ze nou de liedjes van bijvoorbeeld. Oh, die daar. Dat is mooi. Maar wat gaat er gebeuren? Nou, lood eerlijk weer, wie begint eigenlijk genoeg de voorbereidingen om een grote vrachtwagen om te bouwen. Wie dan volstiet met geluidsapparatuur en al die dingen meer. En dan houden ze van zomer in ieder geval vanaf Grunning tot aan zo'n beetje, hak hoor ze zich, Seembarg. En overal wordt dorpjesbund of lu op het land naar arbeidbund, schakelen we de boel in en dan spullen we door een paar nummers van Bofoy toch. Bofoy toch komt naar de mensen toe. Waarom ben ik hier niks van? Dat komt nog, joh. Goed, tot zover dit persmoment, deze persconferentie van Bofoy toch, rechtstreeks vanuit Markelo. Ze beginnen een jubileumtour, dus hier ook in Markelo met een concert in januari. Ik zou zeggen, tot zover Bert Eeftink voor Radio en TV Oost in Markelo. Terug naar de studio. Ja. Ja.